Ik heb me verhelpen, ik moet kamer 104 hebben. Als je hier naar de deur uitgaat, ja. Dan neem je rechts. Dan heb je het grootste gebouw, dat is de CS, dat op de kubus waar je tegenaan kijkt. En T is het lange gebouw dat ernaast staat. Rechts. En dan nog een stukje doorlopen en dan is het gebouw T. Hier naar binnen en dan naar rechts. Ah, goeiedag. Eindelijk. Dat was een hele zoektocht. Ja. Kan het niet anders? Het idee is dat op specifieke punten waar mensen langskomen, dat daar tags, zo noemen ze die, hè, referentiepunten worden neergezet, waar mensen hun mobiel op kunnen richten en vervolgens dat daar dan een kabouter ontstaat, virtueel, hè, en dat die vervolgens de weg aanwijst van, hey, je moet die kant op als jij naar 204 wil. Ja, want ook een heleboel studenten en ook docenten weten hier gewoon de weg niet, hè? Ik werk hier nu ruim 2 jaar en ik moet nog altijd zoeken. Vanochtend ben ik nog verdwaald hier op de campus. En dit is bijvoorbeeld een tag, dus een streepjescode, maar dat is een saaie streepjescode. Maar wat dan het idee is dat je richt met je telefoontje op de tag, dat het telefoontje weet van, ik zit dus in lokaal T105. En dat je vervolgens door kan klikken naar het systeem die dan zegt van, het lokaal is bezet tot 3 uur en om 3:30 kan je er weer in. Het moet ontzettend handig zijn in een nog veel groter ziekenhuis. Ja, nee, ik zit denk eigenlijk aan alle organisaties die, die veel gebouwen hebben. Zorgverzekeraars, ziekenhuizen, luchthavens. Ja hoor. En die krijgen allemaal van die kabouters? Of andere figuurtjes. Zeemeermin. Het zou maar zo kunnen, waarom niet? Even goed kijken hoe we dat binnen het onderwijs kunnen plaatsen. En dan kunnen we vanaf september binnen de minor virtuele ruimte kunnen we echt aan de slag en met die studenten werken aan deze app. Nu proberen de uitgang te vinden. Oké, succes. Ja, meestal is de uitgang een stuk makkelijker dan de ingang. En waar moet ik ongeveer heen? Rechtsaf, trap af en dan de bordjes volgen.